Bij het Johannesvisgemaal komt weer rivierwater de Dordtse biesbos in. Zo zag de kreek tussen de Nieuwe Merwede en het gemaal er vorige week nog uit. Maar... Dat beeld is nu dus rigoureus veranderd. Apart, ja inderdaad. In een hele korte tijd is de biesbos weer uh, ja, een natte biesbos geworden. De droge kreek die hier achter ons lag, ja, die werd gevuld met water. Uh, ongeveer op het moment dat de wind hard aan het draaien was naar het westen. Daarmee is het rivierwater, wat normaal gesproken naar buiten gaat, richting het Haringvliet, uh, wat opgestuwd. En daarmee is de Dortse biesbos in dit geval weer gevuld met, uh, met water. Ja, want het water van de Nieuwe Merwede kan nu via het gemaal weer de biesbos in. En ja, dat is essentieel, en niet alleen voor de boeren. Nee, zeker. Ja, we maken binnendijkse biesbosnatuur. Dan moet je knutselen met het water. Dat gebeurt met de zogenaamde hevel aan de oostkant... en met het Johannesvisgemaal hier aan de westkant. We waren er al mee begonnen met het inlaten van water in dat nieuwe natuurgebied. Uh, maar dat ging natuurlijk nauwelijks door die uh, droogte hierachter. Ja, nu staat er weer wat meer water buiten dijks. En dan kan het water weer naar binnendijks ja, om die uh, biesbos te creëren... Die, uh we bedacht hebben. Probleem opgelost? Nou, niet helemaal, want het is nog steeds één grote steppenvlakte natuurlijk. Uh, vooral in het oosten van het land, op sommige plekken in de regio ook zeker, uh, maar de biesbos zelf, ja, daar kan je op sommige plekken weer doorheen peddelen en uh, ja, vissen kunnen weer uh, wat meer uh, ruimte benutten wat dat betreft. En de zeearend uh, kan weer op vangst? De zeearend die kan weer wat lekkers vangen, ja.